3 minuten verwijderd zijn we exact van de start. Wie schrijft straks deze veldrit klassieker bij uitstek op zijn erelijst bij? Wie gaat hier straks met de overwinning aan de haal? We zijn bijna aan het begin van een uur lang topcross, topspektakel dat ons door dit deelnemersveld gaat gebracht worden. Ze staan opgesteld, ze staan verenigd hier aan de start. De ambities zijn aanwezig, de eerste crossen zijn gereden. De eerste kaarten dit seizoen zijn gescheurd. De krachtsverhoudingen die zijn gekend, maar overreizen misschien alle krachtsverhoudingen meteen overboord gaan gooien. We gaan het zien. We zijn klaar voor wellicht een geweldige en hopelijk een heel spannende strijd om de overwinning. We zijn op 2 minuten voor de start. 2 more minutes to go before the start. Op nog 2 minuten voor. Je komt het van Sander de Vest, die zijn er ook allemaal. Aan de overzijde hier. Ze zijn met twee op. Ja, twee supporters. Die gaan wel aanmoedigd worden straks bij zijn passage te leggen halen. Rus aandacht aan de wedstrijden. Eén is de man aan de leiding. Eén is er niet. Ja, die heeft een bijzonder goede start gehad. Kan hij zichzelf een groot verjaardagscadeau doen? Kan zitten zeker, was dit is een oplossing en zeker leren. In het verleden kwam hij altijd al heel sterk en heel volle dag hier op het ijs zitten. Maar de boer op zijn maat gemaakt. Hij is een man in een topstart. Die voor het ijs zit in zijn
Vlaanderen revelatie. Het lijkt op dit seizoen te gaan bevestigen. Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan.
minuten gisteren nog gewonnen in Nederland. En Pim Romaar, nummer 10 op dit moment. Ja, een vlechte wedstrijd. Er zijn over 8 ronden, dus we hebben nog 6 ronden te gaan. Als hier wordt uitgekomen, 6 ronden nog. Dus dat is nog lang natuurlijk. Wedstrijd over 8 ronden, dus een kwartje van de wedstrijd voorbij de jongens hier aan de streep komen. En dan gaan we al de situatie kunnen beschouwen. Op deze klassieke veld op
Nijs. Elise biedt nu aan die zone. De zone van het handelscentrum Gerubbens. Een van de vaste partners van de Druivenkos in Overijssel. En dan duiken we terug het bos in van het Park Mariendal. Daar van het publiek. Nog ook wel redelijk op positie. Daar in die zone van het parcours. Daar zien ze Elie Isdevenpiet passeren. En die bocht. Daar hebben we de kroon laten lopen. Hopelijk krijgen we naar de andere mannen. In dezelfde bocht straks gekeerd. En dan gaan we perfect regelen. Want het is op dit moment de voorsprong van de kopman in de wedstrijd. Dat vervolgens nu met aan kop zijn ploeggenoot. De regering in België is een Europese kampioen in de wedstrijd. Michael van Toernap. Hij gaat dus aansluiten bij dat. Als je zo even aan de partijen van Lijsland eigenlijk een schuiver heeft gemaakt, dat dat niet de reden geweest is van die achterstand die hij heeft opgelopen. De schuiverkant komt eraan, dat betekent dat misschien wel. Kijk wat daar achter gebeurt. Met de mannen die nu opdraaien. Dat een belangrijke groepje. Dat geen wat op dat gebied. Met Kevin Koen. Met Maken en Koen. Met z'n leven. Met Van Laan. Met de status die proberen. Les nu op positie achter. 23 seconden in dat achterstand. En we leiden. Krijgt daar van de winning van de door de fiets. Een nieuwe fiets voor de leider, voor
Thank you.
tweede min Lars van der Aar. Daar aan het voetbalterrein van Tempo Ja, we hebben vijf nieuwe hoofdrolspelers. Nadat we in de eerste koers gedeeld in volledig goed hebben gespeeld. Gaan we nu naar de nieuwe hoofdrolspelers tweede kans krijgen. Vandaar de eerste die in zich vervoegd is. De andere mannen voor de kort zijn. Die blijft mij dan. Michael van Koenraad en ook Gerben Kuipers die zijn overwinning voorkomen. Go!
genieten. Tegenaan een geweldig tweede klopje voor de rijden. Vanaf de Lieke. Dat is nu al duidelijk. Dat is nu al duidelijk dat we niet gaan vliegen van de laatste twee rondes. Zie je al op de weg naar het einde van de tweede ronde. De rond voor het einde van de Zuiderbrot. Ja, we hebben wat niet te weten. Twee dan wat niet erop. En dan weten we niet de opvoerder van de Maken van Toerdag, die Oriol. Dus het is een duel, de you
die we allemaal sneller. Niet snel Hugo, maar ook Eli kan zijn mannetje staan. Toen die member vorig jaar de wedstrijd in Waterloo toen hij in de spurtbol van Zwik daar op die wereldbeker marsje. Hij is nu in de vierde stelling. Dat heeft natuurlijk al veel kracht. Het is een vieren van de raad van Bloedal in de Lindhuis. Vieren bij elkaar. We hopen en vragen aan de studio's om de laatste ronde straks alle ongesteken van ze niet te houden. Dat allemaal voor de veiligheid van onze renners en uiteraard ook van de finale en de ronde van de vieren. Blijf alsjeblieft achter de afsluitingen. Thank you.
noten en op die kasseitje staan. Er liggen nog kansen voor de mannen die we daar bij die top 4 in de wedstrijd hebben. Ze kunnen allemaal nog mee halen. Thank you.
Ze weten ook dat we een vrij korte laatste rechte lijn hebben, dus we gaan strijd krijgen op tot en met het aansnijden van die laatste rol straks. Van de Thank you.
Adelaide. Chapeau vooral ook in de initiatief. De eerste helft alleen aan top gereden. Dat uiteraard worden en daarop kunnen winnen. Je moet het maar doen. We hebben alle aankomsten. Kevin Koen is 7e genoten. Laurens Sleek is 8e. We hebben een 9e plek voor Radio.